Welkom op het kanaal Thuis bij UNOP. Mijn naam is Tim en dit is Boekenstein. Sinds dit jaar hebben we een nieuwe locatie, Boekenstein, je ziet het hier achter me. Waar we opleidingen kunnen geven op het gebied van NLP, familieopstellingen en opleidingen tot coach. Nou, het is een natuurmonument, het is een prachtig pand, het ligt dan ook midden in de natuur. Net even buiten Amsterdam, het ligt naast Weesp in de buurt van Hilversum en Bussum. En het is een prachtige ruimte en ik ga je zo een kijkje geven, want we hebben namelijk verschillende trainingszalen. Je kunt er heerlijk lunchen, je hebt verschillende plekjes waar je rustig kunt oefenen. Ik zou zeggen, kom mee. Kom binnen. Op het moment dat je binnenkomt, heb je direct links heb je student support. En misschien heb je wel eens met ze gesproken voordat je een opleiding hebt gevolgd. Dit zijn namelijk de eerste personen die je aan de lijn krijgt als je belt van ons. Misschien heb je met Saskia gesproken of heb je met Walter gesproken. En daarnaast is een van onze grootste trainingszalen. Hier is ongeveer plek voor een man op 30 à 40. Misschien zelfs iets meer als het iets krapper op elkaar staat. Maar ook dit is een heerlijke plek. Je kan naar buiten gaan als je wil om te oefenen. En misschien herken je deze plek wel van een eerdere video die we hebben opgenomen. Van de masterclass met Alex en Mirjam, de NLP Practitioner Training. Dan neem ik je mee naar de volgende ruimte. Nou, en zoals ik net al zei, zijn er verschillende ruimtes in het gebouw. Waar je kunt oefenen en waar wij ook werken als office team zijnde. Dit is de living. Je ziet hier Shannon werken, die doet de social media voor ons. Shannon, zeg even hoi. En eigenlijk is dit de benedenverdieping. We hebben de keuken hier. Hier wordt altijd de heerlijke lunch klaargemaakt. Onder andere door onze Shakur, onze grote vriend. En dit is een andere trainingszaal. Nou, zoals je ziet zijn er genoeg zalen waar je terecht kunt. Dit is slechts de eerste verdieping. Boven hebben we nog twee verdiepingen extra waar je ook waar genoeg ruimte is om te oefenen, waar je genoeg kunt trainen. En vlak naast onze locatie Boekenstein hebben we ook een gratis parkeerplek met voldoende parkeermogelijkheden, zelfs voor elektrische auto's. Het is makkelijk bereikbaar vanuit Amsterdam, vanuit Utrecht, vanuit Hilversum, van alle plekken. Maar mocht je niet met de auto willen komen, dan zijn er ook verschillende busstations in de buurt. Je kan vanaf Hilversum de bus 106 nemen en 105. Maar ook vanuit Bussum Zuid kun je de bus nemen en je kunt natuurlijk ook de OV-fiets pakken. Dat is ongeveer 20 minuutjes fietsen en dan ben je er ook zo. En op dit moment sta ik hier met Jacqueline, een van de trainers van UNLP. Jij geeft vaak training op deze locatie. Jazeker. En met Isabella, die laat ook even van zich horen. Ja, ik geef training hier. Ik geef in ieder geval de dagpractitioner en de weekendpractitioner. En ja, dat is te gek. Ja, van, wat vind je van deze locatie? Wat vind je het leukste eraan? Kijk nou, wat kan je hier nou niet leuk aan vinden? Het is nu in de bloei, dus ik snap het. Ja. Alle verschillende kleuren, groen en de bloemen bloeien prachtig en het pand is mooi. Dus je komt binnen, het is ook echt, je komt echt ergens binnen. Dus dat is gewoon heel fijn en veel verschillende ruimtes, dus dat vind ik leuk. Ja. Als ik training geef en mensen gaan oefenen in groepjes, kunnen ze ook constant in allerlei ruimtes terecht. Dus dat is gewoon heel fijn. Echt perfect voor... Ja. Echt perfect voor de cursisten. Echt perfect voor cursisten. Ik moest mijn microfoon dichterbij houden, geloof ik. Dus dat doe ik bij deze dan. Ja, Isabelle vindt het ook heel interessant, hè? Ja, die vindt het interessant. Maar wat vind jij van deze locatie? Ja, ik vind het prachtig. Ja, ja, ja zeker. Het is deze omgeving, in mijn pauze ga ik er vaak een stukje lopen. Ja, dat is ideaal. Ja, je kan hier prachtige wandeltochten maken. Ja. En heerlijke feestjes. En goede feestjes. Zullen we naar de barbecue gaan? Laten we gaan. Top. Ik hoop dat je een beter beeld hebt gekregen van onze mooie locatie in Boekenstein. Zoals je ziet is achter me nu een barbecue bezig. Ik ga zo snel
zelf lekker wat eten en tot de volgende video.